Mick en ik wonen in deze bunker. En in Mick's video hebben we deze hele bunker beveiligd. Zo hebben we nu een hele lavagracht en een heel mijnenveld om onze bunker heen. Oké, Mick, we zijn hier in onze bunker, maar het ziet er natuurlijk echt voor geen meter uit hier. Nee, dit kan echt niet, Giel. Dit is echt heel erg lelijk. Ja, misschien moeten we even sowieso een nieuwe vloer erin maken, want dit is letterlijk dirt. Hier hebben we toen een heel gat in geblazen toen deze bunker er nog niet mooi uitzag. En ja, we moeten gewoon nog een hele hoop dingen aanpassen. Ja, ik heb het eens. Weet jij een paar leuke ideeën wat we kunnen doen? Ik zat sowieso te denken aan twee aparte slaapkamers. Want ik vind je een hele aardige gast. Maar ik heb toch liever mijn eigen slaapkamer, weet je wel. Dat ik daar gewoon lekker kan chillen. Ja, ik zat te denken aan een helftgril die dan overloopt naar paars misschien of zo. Oké, ja, we kunnen hier misschien wel een soort van de helft, zeg maar, hier zo indelen. Dat we hier zo'n muur bouwen. En dan hier twee kamers gaan maken of zo. Nee, geen muur, Giel. Oh. We zijn wel een beetje gezellig, toch? Maar we kunnen gewoon de vloer kunnen we hier bijvoorbeeld geel doen en hier bijvoorbeeld paars. Zoiets dacht ik. Oké. Nou, dat kunnen we op zich wel doen. Dan moeten we sowieso wat schapen gaan vangen. Of we kunnen hem ook gewoon van hout maken. Ja. En dan doen we later carpets eroverheen. Is dat een goed idee? Ja, maar dat we hem gewoon... Nee, ik dacht van zeg maar, stel je voor, dan wordt dit een paarsblokje en dit een geel blokje en dit een paarsblokje en dit geel blokje. Oh, echt zo geruit? Ja. Oké. Nou, misschien als we vandaag wat schapen kunnen fixen, dat we dat in de toekomst wel kunnen doen. Maar het is sowieso mooi om hier een houten vloer neer te leggen eerst. Toch? Ja, laten we dat eerst doen. En anders, weet je, dat paarse gilde kost zoveel moeite. We hebben ook hele lieve abonnees, toch? Dus, Ja, dat is waar. Misschien laten we jullie nog even meebouwen in deze video, mensen. Vergeet zeker niet te abonneren om kans te maken om mee te bouwen. Dat is sowieso handig om te zeggen. En Mick, weet je wat? Ga jij inderdaad dat gras maar even weghalen hier? Ik ga even wat hout hakken. Nou, tot zo. Oké, nou, laat ik eens eventjes naar het bos gaan en even kijken. Wat gebeurt hier? Wat is dit? Wow. Er zijn hier echt ziek veel zombies. Dit is niet normaal. Mick! Ja? Mick, kom. Er zijn hier ziek veel zombies. Ik weet echt, dit heb je hier nog nooit gezien. Kom, snel. Maar waarom zou ik willen komen? Dat is er heel veel zombies zijn. Mick, kom. We zetten hier even pressure play neer. Laat die staan, dan kunnen we snel nog even naar binnen. Maar oh my god! Hoeveel zombies er zijn. Oh, pas op, Giel. De mijnen, pas op voor de mijnen. Hoe kan dit? Oh mijn god, dit zijn... Wat? Hé, nee. Dit is niet normaal hoor! Ja, dat zeg je zo! Snel naar binnen, Giel! Snel naar binnen! Oké, snel! Oh mijn god. Snel die pressure plate weg! Ik hak hem weg! Er is er één binnen! Oké, ik heb hem! Mick, wat moeten we hier aan doen? Dit zijn er zoveel! Dit is niet normaal! Gelukkig zitten wel goed beveiligd, dat is wel één ding, maar ja, ik denk dat we gewoon allemaal moeten killen of... Dit zijn zoveel zombies! En we kunnen kijken of de mijn... Oh nee! Mick, wat doe je? Dit is niet helemaal slim van je. Oké, wacht, ik ga proberen om zeg maar... Nee! Nee, Geel! Oh mijn god! Ik schoot op jou volgens mij. Ik schoot op jou. Giel, ik ga dood! Gelukkig heb ik een hele sterke boog. Mick, hoe kun je doodgaan? Heb wat eten. Neem lekker even wat chips. Je hebt het nodig. Er is al een mijn afgegaan, Mick. Maar de hele deur is gebarricadeerd. We moeten ze gewoon één voor één naar binnen laten hier. Ik denk dat het slimste is. Laat ze maar komen. Oh nee. Ja, ik ben ook aan het schieten, maar het zijn er zo tantoe veel. Wat is dit überhaupt? Ik pak ze voor Team Geel. Let's go. Team Geel. Ik bedoel, Team Paars. Wat zeg ik nou? We zijn dan Team Geel. Ik hou ze niet. Het zijn er zo ontzettend veel. Het is echt niet te geloven dit. Er waren er nog meer. Besef dat even. Oké, Mick. Ik heb een leuk idee. We gaan gewoon allebei zombies killen. We krijgen 5 minuten de tijd. En degene die in 5 minuten de meeste zombies heeft gekild, die mag bepalen hoe de hele inrichting van het huis wordt. En dat gaan we dan laten doen door een paar abonnees. Zijn er nog meer zombies? Ja, hoor je dat niet dan? Er zijn er superveel, man. Let's go dan. Ik ga dit winnen. Ik wil de inrichting. Ik wil de inrichting bepalen. Alleen. Dat is één. Hey, Mick. Jij mag gewoon ook letterlijk bepalen of dat het nou helemaal paars wordt bijvoorbeeld. Zou ik voor kiezen in ieder geval. Ik heb er al één. Hoeveel heb jij er dan? Oh mijn god. Wacht. Zombies, kom. Ik leid jullie over deze pressure plate. Ik ga ze super slim killen met een mine. Hier, blijf daar alsjeblieft. Blijf daar. Ja. Ik heb ze allemaal gedamaged, man. Die mines zijn echt top als je die slim gebruikt. Ja, ik heb er al 6 nu. Ah, nooit. Ja. Ik heb ze met een mine allemaal gedamaged. Oké, let's go. Dit is 7. Nee, dat kan niet. We hebben nog 3 minuten. Ik heb er al 6. Oh mijn god. Hoe ben je er al 7?
Omdat je, als je ze over de mines heen leidt... Maar zijn dit nou alle zombies al? Ik weet het niet hoor. Oh mijn god. Hoe komen er zoveel zombies? Hoe kan, heeft de pro iets mee te maken of zo? Oh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Er zijn trouwens geen zombies meer. We hebben ze allemaal. Dat waren er zoveel. Zag je er net in het water? Ik weet niet wat dat ze nu zijn. Misschien zijn ze verder gezwommen of zo, maar... Dat heb ik net allemaal gekild. Het waren er 10 trouwens. 10? Oké, nou, ik heb je wel ingehaald. Ik heb er namelijk meer dan 10. Ik weet niet hoeveel, maar... sowieso meer, sowieso. De kijkers weten het, die hebben het gezien. Ik heb er superveel gekillt. Ja, ik had er 15, 20 zelf. Hé, maar Mick, dit betekent wel dat ik de inrichting mag gaan bepalen, hoor. Ik hoor nog een zombie, ik weet niet waar, maar... Oh, hier zit er eentje. Let's go. Ik had hem. Ik sloeg hem met mijn boog, of ik schoot hem met mijn boog. Ik had hem. Ja, oké, nou dan heb ik alsnog meer. Mick, ik ga de inrichting bepalen en ik ga 2 abonnees het helemaal laten doen. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Mick, kom, wij gaan even naar buiten. We blijven hier, we gaan nog even wat zombies killen als we ze tegenkomen. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit er dadelijk uitziet. Oké, Mick, we zijn een hele tijd later. Heb je nog wat zombies kunnen killen of wat zombies kunnen vinden? Nee, eigenlijk kwamen er geen zombies meer, Giel. Maar ik ben wel heel benieuwd eigenlijk. Ja, want de abonnees hebben dus ons huis gemaakt. En mensen, wil je nou een keer meebouwen met mij of met Mick? Abonneer dan even op onze kanalen, want misschien maak je dan wel kans om mee te bouwen in deze prachtige survival. Toch, Mick? Oh. Waarom kill je me nou? Dat weet ik ook niet. Kom maar even terug. Oké, laten we naar binnen gaan. 3, 2, 1. Hoppa. En, we moeten een pressure... Heb jij een pressure plate? Oké, top. Wow, yo. Oh! What? Dit is sick. Dit is heel... we hebben hier een hele lelijke trap. Oké, dit hadden ze geen zin om mooi te maken, denk ik. Maar goed, dit ziet er heel nice uit. Hebben wij ook nog wat te doen, Giel. Daar hebben wij ook nog wat te doen. Maar dit ziet er wel heel nice uit. Oh! Jij mocht dit inrichten. Je hebt gewoon bij een gele kant gegeven. Ja, ik heb inderdaad gezegd dat we gewoon allebei een beetje mix wilden, weet je wel. Ik wilde ook lief zijn, ook omdat wij altijd ruzie hebben met elkaar. Dus op deze manier misschien wat langer bij elkaar blijven wonen. Wat? Ik vind het bed, en aan mijn kant is het volgens mij gewoon precies hetzelfde ook gewoon. En dan in het paars. Dan in de paars inderdaad. Dit is toch top? Ik heb gewoon een paars bed, man. Met een mooie chest erbij en hier een mooie tafel met stoelen en alles. En borden zelfs. Oh kijk, hier kun je steken doen. Dan kun je gewoon lekker, of steak bedoel ik. Kun je lekker zitten zo. Een vega, Giel. Oh, ben je vega? Mick is vegetariër geworden, hoor. Okay. Ja. En hier hebben we nog ziek veel chesten. Echt, hier kunnen we zoveel spullen in doen. Dat is niet normaal. Ja. Kijk dan. Ik hoop niet dat die zombies vaker komen, want misschien was het daarom eerst verlaten. Ja, maar het was ook super raar, inderdaad. Waarom komen hier zoveel zombies in één keer? Ik snap er helemaal niks van. Maar hier hebben we trouwens ook nog wat. Hier hebben we allemaal ovens staan. Dit zijn jouw ovens dan, denk ik. En dit zijn mijn ovens. En we hebben zelfs een smoker. Dus dat betekent dat je hierin echt ziek snel bijvoorbeeld gewoon dit vlees kan smelten. Dat is echt top. En ja, hebben ik nog iets meer heel erg in. Blij. Ja, dit is top. Dit gaat ons echt heel erg helpen. En ik had ook al de hele tijd een beetje eten tekort. En op deze manier is dat ook opgelost. Want kijk even hoe snel dit vlees gebakken wordt in het ding. Dat is echt niet normaal. Yo, kom jij vlees tekort? Kijk eens hier. Ja, ik heb nog wel een beetje hoor. Jij was toch vega, zei je net? Wat is dit nou weer voor plot twist? Niet, toch niet. Ik vind het echt heel erg ziek eruit zien. Klik hier als je wil zien hoe wij deze hele basis beveiligd hebben. Dat was echt super leuk om te doen. Check die video. Het is de video van Mick, dus check even zijn video. Klik op deze video. Weet je, gun Mick wat views. Klik hierop. Waarom heb je nog steeds niet geklikt? Wat is dit nou weer? Dat is een superleuke video. Kom op, klik.